In dit filmpje over een duurzaam Erasmus Museum praat ik met Nora Verberne. En Nora is derdejaars student geneeskunde bij ons, bijna de bachelor klaar. En zij houdt zich heel erg bezig, ook met verduurzaming. En daar ga ik met haar over praten. Nora, fijn dat we even dit gesprek kunnen hebben. Ja, tuurlijk. Toen ik het hoorde dat jij zo druk was met ook verduurzaming vanuit onze studenten, toen dacht ik, is je studie al niet zwaar genoeg? Heb je niet al voldoende te doen? Ja, nou zeker wel. Maar ik denk dat het ook heel belangrijk is om het in de studie over duurzaamheid te hebben. Okay. De afgelopen jaren hebben we het ook eigenlijk steeds meer onderwijs gehad over duurzaamheid. Ja. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is, ook als arts later. Ziekenhuizen die geven volgens mij 8% van de CO2 uit Nederland. Ja, bijna wel. 7, 8, ja, zeker. Dus dat is behoorlijk wat. Dus ja. Als arts later heb je een behoorlijke bijdrage daarin. Ja. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is als arts, maar ook als student zelf. Heb je natuurlijk heel veel dingen die je kan doen, in je eigen leven ook. Okay, Ook al zijn het hele kleine dingetjes, dus ik denk dat we daar zeker tijd voor kunnen maken. Ja, want in het onderwijs is het geïntegreerd. Ja. Dan krijgen jullie les over nou, wat gebeurt er in de samenleving en hoe belangrijk is duurzaamheid. Maar ook binnen onze studentenvereniging, de MFVR, ben jij actief hè, op het gebied. Ja, hoe doen jullie dat dan binnen de MFVR? Nou, ik zit in de Green Commissie. Die is dit jaar opgericht. Mm-hmm. Dus die is nieuw dit jaar. En we zijn eigenlijk dit jaar heel erg aan het kijken, wat kunnen we nou doen voor de studenten om dat bewustzijn nog meer te vergroten. En eigenlijk het duurzaam denken om te zetten in het duurzaam doen. Oké. Dus daar zitten wij met de MFVR naar te kijken hoe we de studenten nog duurzamer kunnen maken. En kun je dus een voorbeeld noemen? Wat is dan iets wat jullie... Zeker. We hebben een Instagram pagina. En daar posten we een soort kleine tips op van nou ja, wat kan je nou doen? Dus nou ja, plantaardig eten of een shampoo bar gebruiken in plaats van gewone shampoo. Flessen, ja. Dus dat zijn eigenlijk hele kleine tips. Maar ook hebben we in april de Green Week georganiseerd. Okay. En daar hebben we eigenlijk de hele week stond het onderwijscentrum in het teken van duurzaamheid. En daar hebben we een workshop gegeven over hoe kan je nou met oude kleren iets nieuws maken. En hebben we ook een lezing gehad over plantaardig eten in ziekenhuizen en hoe je dat thuis zelf kunt doen. Ja, wat goed. Dus je vindt het belangrijk dat jullie nu al in de studie ook een kritische blik aanleren. Maar als je met diezelfde kritische blik dan kijkt naar dit mooie onderwijscentrum. Ja, we zitten nu op een van de daktuinen van het Erasmus. Ja. Dat is ook belangrijk hè, voor de biodiversiteit. Zeker. Dit is jullie eigen terras trouwens, hè, als studenten. Ja. Maar als je dan met die kritische blik kijkt naar het onderwijscentrum en het ziekenhuis. Dan zie je ook allemaal dingen waarvan jullie denken als studenten dat moet beter of dat kan anders. Ja. Ja, nou ja, bijvoorbeeld we hebben het vat in het ziekenhuis. Dat is jullie eigen kroeg, hè? Klopt, het vat, klopt. Ja. Onze kroeg. En daar eten wij tosties. Ik heb het even nagevraagd, maar we eten ongeveer 150 tosties gaan er door per dag. Oh. Volgens mij is behoorlijk wat. Ja, in het happy hour nog meer. Ja. En we hebben sinds kort hebben we daar ook een vleestaks op het eten, eigenlijk op het vlees gedaan. Dus dat het iets minder aantrekkelijk wordt om vlees te eten. Ja. En zie je dat ook, dat er nu meer kaastosties... Nee. Nog niet? Nog niet. Nog even volhouden. Ja, we hebben in de Green Week ook de hele week geen vlees verkocht. Oké. En dat, nou ja, daar is een beetje weerstand, komt daarop. Dus het gaat in kleine stapjes, maar het gebeurt wel. En natuurlijk hebben we nu in het hele ziekenhuis ook recycle-prullenbakken. Zeker, ja. Dus met kleine stapjes komen we er echt wel. Ja. Ja. En hoe zie je dan later je rol als arts? Je begint straks aan je master, dus over 3 jaar ben je dan klaar, hopen we. Wat zie je dan voor je, wat je rol als arts is als het gaat om verduurzamen? Ik denk dat het heel belangrijk is om bij alles wat je doet eigenlijk er rekening mee te houden. Dus ook al is het met medicatie voorschrijven, dat je denkt, een mooi voorbeeld is met astma. Heb je een poederpuffer of een gas? Ja. Nou ja, en het effect is hetzelfde, alleen met gas is veel meer CO2-uitstoot dan de poeder. Ja. Schrijf dan lekker de poeder voor. Ja. Maar ook met gebruik van materialen. In de operatiekamer, op de poli. Yeah. Denk erover na waar je mee bezig bent, wat je gebruikt. Ja, dus die bewustwording kan eigenlijk niet vroeg genoeg beginnen. Nee, zeker niet. Okay. Ja. Mooi. Hey, en nou gaan er mensen van het Erasmus MC die hier werken naar dit vlogje kijken. Wat voor tip heb jij voor hen als student en aankomende dokter? Eigenlijk denk ik wel dat alle kleine beetjes die je doet, dat die al een bijdrage hebben. Mm-hmm. En dat als je klein begint... je kan steeds verder gaan in wat je doet. Ja. Doe het gewoon. Begin eraan. Ja. Maakt niet uit waar. Je komt er wel en we komen er samen. Komen we er gewoon. Ja. Wat een mooie boodschap. Ja. Dankjewel. Alsjeblieft. Dankjewel.